Oké, lieve mensen, we lezen verder in brief 96 van boek 10 van de brief van Plinius aan Trajanus over de christenen. Hij heeft net gezegd natuurlijk dat hij, wat heeft hij gezegd eigenlijk, hoe hij is omgegaan met de christenen, zeker bij een anonieme aanklacht. Maar nu gaat hij best wel een stukje interessant eigenlijk, zou ik zeggen, zeker voor degenen die zichzelf nu nog steeds in hun leven christen noemen. Vertellen over de gebruiken van degenen die zich christen noemen in die tijd. Lees even het volgende stukje. Ad firmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essens soliti, ... Allerlei zaken essens soliti. Eerst even dit. Ad firmabant, ze verzekerden echter, hè, in tegenstelling tot wat men dacht en verwachtte, dat die christenen allemaal bloeddorstige, rare, duivels aanbiddende monsters waren of zo. Nee, dat hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, dat deze, of misschien gewoon dit, de summam, hoe kan ik dat nou eens vertalen voor jullie, even kijken hoor. Summam is iets wat hoogtepunt eigenlijk, oh ja, het hoofdzaak, het voornaamste. Dat dit de hoofdzaak, hetzij van hun schuld, hetzij van hun dwaling, hun fout was, is. Of was geweest, eigenlijk beter gezegd. Hè? Want dit is een imperfectum. Hier hebben we een ACI met daarin een infinitus van het perfectum. Dus dat moet je vertalen als een soort pluskwamperfectum. Want het is altijd voortijdig aan het hoofdwerkwoord. Zo'n infinitus van het perfectum. Voortijdig, dus dit is imperfectum. Dus wordt dit pluskwamperfectum. Dus de hoofdzaak van hun schuld, hetzij hun fout, was geweest. Nou, bedoelt hiermee dat ze niet veel meer hadden gedaan dan het volgende. Dus als ze erg schuldig aan zijn, dan zijn ze schuldig aan het volgende. Namelijk, quod essens soliti. Soliti komt van het werkwoord solere. Dat is een ppp hier zo. En dan in combinatie met essens maakt het een conjunctivus van het pluskwamperfectum. Passief. Maar het is een deponens. Het vreemd genoeg, solere is geen deponens. Maar in het perfectum daarvan is het wel een deponens. Want solui of zo bestaat niet. Het is altijd solitus sum. Dus dat noem je dus ook wel een semi-deponens. In ieder geval, wij kunnen gewoon vertalen met dat ze gewend waren, dat ze gewoon waren, dat ze gewoonte hadden om. Dat het in de conjunctieve staat is eigenlijk vooral omdat het een quotient is die afhankelijk is van een ACI. En daarin moet altijd verplicht een conjunctieve. Om. Stato die op een afgesproken of een bepaalde of een vastgestelde dag, dat is een ablativus, aan te loeken voor de dag, voor het licht eigenlijk letterlijk, maar ik bedoel, dat betekent voor de dag begint, hè, voor de zonsopkomst, bijeen te komen. En een lied voor Christus, dit is dativus, quasi deo, als ware het voor een god, ook dativus hier zo, te diekeren, te zeggen letterlijk, of te zingen in dit geval. Een hymne, dat kan ook een gebed zijn natuurlijk, hè, een gebed te zeggen, een gebed te zingen. Secum. Bij zichzelf, met zichzelf, in vicem, om beurten. Dus ze zongen bij zichzelf, als het ware, een soort lied, en dat deden ze om de beurt. En se sacramento non escelus aliquid obstringere. En, even kijken, dat ze gewend waren om zichzelf niet in een, is even sacramento, om zichzelf met een plechtige eed of met een ritueel of met een heilige handeling, dat zou bijvoorbeeld de eucharistieviering of de doop of zoiets dergelijks, om zich dan niet daardoor in een of andere misdaad, aliquot scelus, dat is allebei accusatives achterin, onzijdige woorden, om een of andere misdaad te opstringeren, zich daartoe te verplichten, zich te verplichten tot een of andere misdaad door een sacramentum. Maar, nee, furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent. Hier zijn die nee-zinnen allemaal geconstrueerd na het opstringen, dus zich ertoe te verplichten dat ze niet, en die nee betekent dan dat ze niet of om niet te, committerend, die conjunctivus achter nee dus, hè, samen betekent dus om niet te plegen, to commit in het Engels, furta, een diefstal, en ook niet
latrokinia, overvallen, dus diefstallen, overvallen. En ook niet echt breuken, oftewel overspel, daar kunnen we alleen maar enkelvoud van maken in het Nederlands, om dat te plegen. Nee, fidem fallerent, dat ze niet hun woord zouden breken, hun belofte zouden breken. Dezelfde constructie als hiervoor. Nee, depositum appellati abnegarent. Dat is niet een depositum, iets wat in bewaring is gegeven. In plaats van bij een bank gaf je dat gewoon bij een privépersoon in bewaring. Te abnegaren, te weigeren om terug te geven of te ontkennen, te ontvangen te hebben. Kijk, abnegaren kan betekenen ontkennen of weigeren. Dus weigeren terug te geven of ontkennen te ontvangen te hebben. Dat kan allebei. Appellati, PPP, van appellare, en dat betekent ter verantwoording roepen of aanmaningen geven of zoiets dergelijks aanmanen. Hier aanmaning krijgen, kan je ook even zeggen als je het passief maakt, is nadat ze een aanmaning gekregen hadden. Dus stel je bent een persoon en je krijgt een ketting van iemand ter bewaring of zo, als die persoon op reis is, dat je dan zegt van, joh, ik heb het nooit van je gekregen, ik weet niet waar je het over hebt. Nou, dat soort dingen zouden ze dus niet doen, het verduisteren van andermans spullen. Nou, dat is eigenlijk wat hij dus zegt dat zij doen, die christenen. Zo, s'ochtends vroeg, en dan gaan ze zingen en dan gaan ze allerlei beloftes uitspreken dat ze zich een beetje zullen gedragen. Nou, klinkt op zich niet zo slecht. Nou, dat schrijft hij ook nog een keertje best wel mooi op. En normaal gesproken zijn die brieven aan Plinius van Plinius aan Trajan heel kaal en helemaal niet zo erg versierd als al die andere brieven. Het zijn zakelijke brieven, maar dit stukje is dan wel weer redelijk opgesmukt. Wat we krijgen, even kijken, de dingen die ze gewoon waren te doen. Essens soliti, krijg je een ticolon. Stato die ante lucum convenire, carventu quisrocasi deo dicere, sequum in vicen, sequum sacramento non escelus adquit obstringere. Dus dat zijn drie infinitivi, die aan elkaar vastgeplakt worden met twee keer que, dus dat noem je quellum polysyndeton. En dan krijgen we natuurlijk al die nee-zinnetjes, daar voel je meteen al aan, dat is iets, hè. Je ziet dan eerst dat er 1, 2, 3 persoonsvormen in combineerd worden met een nee. Dus nee, committerent, nee, fallerent en nee, abnegarent. Dus dat is ook een tricolon, maar binnen die eerste heb je weer drie delen. Binnen weer drie delen. Nee, furta, nee, latrocinia, nee, ultateria, committerent. Daarbinnen ook een kleinere tricolon. Deze echter zonder verbindingswoord. Dus het is allemaal asynton. En het is allemaal met nee. Dus normaal gesproken zeggen, ja, inhoudsloze woorden zoals voegwoorden, die tellen die echt als anafoor, maar in dit geval is het zo sterk nee, 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 dat ik wel durf te beweren dat hier toch sprake is van een anafoor. En omdat dit een tricolon is geworden, dat komt omdat hier dus steeds het werkwoord committerent is weggelaten achter, voert het aan achter, laat ook niet juist zeker een ellips natuurlijk. Dat is redelijk voor de hand. En die hele toestand is natuurlijk ook parallel opgebouwd. Hè? Nee, leidend voorwerp en dan werkwoord. Nee, leidend voorwerp, werkwoord. Nee, leidend voorwerp, werkwoord. Dat is allemaal parallelisme. Nou, dat gezegd hebbende, kunnen we concluderen dat eigenlijk de christenen helemaal zo slecht nog niet lijken te zijn. Wat betreft hun gebruiken althans. Wat betreft hun geloof is Plinius dus absoluut niet mee eens natuurlijk. Maar ze gedroegen zich op zich niet slecht. Ze zijn niet helemaal klaar, want ze doen nog meer. Niet alleen 's ochtends, want ze gaan natuurlijk overdag gaan ze dingen doen en zo. Maar wat doen ze dan 's avonds? Daar komt hij in het volgende filmpje nog even op terug. Tadaan.